Eind december zond Sembla een documentaire uit over transgenders die spijt hebben van hun transitie. En die uitzending, die gegevens, dat is echt te ernstig om te negeren. De problemen waar transgenders mee te maken krijgen en het proces wat zij doormaken, die zijn vaak zwaar. En als uiteindelijk voor een geslachtsverandering gekozen wordt, is dat een ingrijpende keuze. Dat weten we ook uit gewoon de contacten die we met deze mensen zelf hebben, uit die kringen zelf hebben. Het is daarom schokkend om te zien hoe slecht een onomkeerbare ingreep als een geslachtsverandering geregeld is. Ik constateer ook dat er in Nederland helaas nog weinig oog is voor de enorme worsteling waar transgenders na een geslachtsverandering mee te maken hebben. In het buitenland is er inmiddels aandacht voor het terugdraaien van een geslachtsverandering. Echter, wetenschappers die hierover schrijven, worden gehinderd of geïntimideerd, krijgen wij aan berichten binnen. De Britse onderzoeker Caspian vraagt zich af, waarom zijn wij zo bang om spijt te erkennen? En mijn vraag aan de minister is, hoe gaat zij hiermee aan de slag? Komt detransitie ook in haar beleid voor? Over de transgenders spijt. Laat ik vooral zeggen dat het belangrijk is in eerste instantie om te voorkomen dat transgenders spijt hebben ervaren na een geslachtsverandering. Dus daarom ook vindt er een heel zorgvuldige diagnose en indicatiestelling plaats. En is er zowel voor als na medische ingrepen ruimte voor psychologische begeleiding. Daar is ook een kwaliteitsstandaard voor die in december 2017 is vastgesteld. Er ligt nu ook een kwaliteitsstandaard voor somatische transgenderzorg bij de veldpartijen voor consultatie. En, dus wat we eigenlijk doen is vooral proberen te voorkomen dat mensen daar spijt van krijgen door ze goed te begeleiden. En overigens, als we kijken naar de cijfers, het is 0,5% van personen met geslachtsaanpassingen met chirurgie die daarvan spijt heeft. Dat zijn, volgens de cijfers die wij hebben, is dat slechts 0,5%. Dus gelukkig slagen we erin om het proces zodanig goed te begeleiden dat die spijt gelukkig niet ontstaat. Dan de heer Bisschop. Zeker, voorzitter. Ik zou de minister willen vragen om die uitzending van Sembla nog eens even na te kijken. Dat is van een half jaar geleden. Desgewenst kan ik de link toezenden. Want uit de beantwoording wordt mij duidelijk dat de problemen die we daar op dat terrein zich voordoen, dat onvoldoende onderkend wordt. Bijvoorbeeld, daar wordt in die uitzending wordt ook gezegd van ja, het verhaal gaat dat het maar 0,5% is. Alleen, dat is van 2/3 van de mensen die gereageerd heeft. 1/3 reageert niet. En die verdwijnt vermoedelijk onder de radar. Zeer waarschijnlijk zitten daar dus juist de spijt op tante. En ik zou de minister willen vragen daar serieus naar te kijken, want dit is een reëel probleem. En dan komen we er niet met bagatelliseren. We staan in nauw contact met TNN als het gaat om de zorgen van transgenders. En eerlijk gezegd herken ik uit die signalen niet helemaal het signaal van Sembla, maar we blijven daar met TNN over in gesprek.